Een nieuwe week, een nieuwe goede vraag. Je kent het inmiddels wel van je vrienden van Gamersnet. Stuur onze vragen in, wij gaan het met z'n allen beantwoorden. Vorige week hebben we natuurlijk allemaal onze game of the show van de E3 behandeld, maar deze week gaan we het over een andere boeg gooien. Emil op YouTube, die vroeg zich namelijk af: "Wat is de game waar jullie de meeste tijd slash in zijn verloren. Dus de games die voor ons het meest opslokkend waren in ofwel uren ofwel euro's. Dus anyway, we gaan het behandelen en we vragen straks natuurlijk ook aan jou wat jij ervan vindt en laat ons dat vooral weten. Maar anyway, dit zijn onze antwoorden op de vraag: wat is de game waar je de meeste geld/slash tijd in hebt zitten? Hey Emiel, fucking goeie frak en het is voor mij een beetje een beschamende frak, want ik denk dat jullie allemaal heel heel erg boos op mij gaan zijn. Ik sponsor namelijk vanaf een release dag een game en daar betaal ik nog steeds elke maand voor. Ik geloof dat het een euro of twaalf is per maand en dat betaal ik dus nu echt al volgens mij vijf jaar. Ja, het is echt bizar. Want uh, dat is de Star Wars: The Old Republic en die, die game is een van mijn meest teleurstellende games in mijn leven. Maar het is ook Hetgene waar ik aan vast wil houden. Weet je, ik hoop gewoon dat er ooit zo'n goede MMO komt van Star Wars. dat we het allemaal willen spelen. Dat we erbij betrokken willen zijn. Dus elke maand komt er altijd wel een moment. dat ik denk: ach weet je, ik zet die, zeg die boel op. want ik heb de game inmiddels ook alweer voor mij uh, negen maanden niet gespeeld. Uh, en dan denk ik toch: ja, nee, ik doe het toch niet. Want ja, ik krijg er wel kartelpoints voor. en ik ga ooit ga de Ultra Public echt helemaal zo kapot spelen. dat ik het zo vet vind. En dan begin ik weer een keer en dan is het weer een deceptie. en het is het eigenlijk weer kut. Dus ja, en toch kan ik geen afscheid van nemen van het abonnement. Dus hoeveel honderden euro's mij dat inmiddels heeft... Nou, gewoon echt letterlijk gewoon in de... Ik had beter gewoon honderden euro's in de prullenbak kunnen gooien. Dat is eigenlijk het ding. Maar goed, dat ga ik ook niet doen. Dus uh, ik geef het uit aan Star Wars The Old Republic. En uh, dat is best wel uh, beschamend. En dat is dus ook niet eens de game waar ik de meeste tijd in heb zitten. Het is gewoon eigenlijk uh, een heel treurig verhaal. Emiel, goede vraag. Wat is de game waar ik het meeste tijd en geld aan heb gespendeerd? En eigenlijk is mijn antwoord iets wat ik iedere goede freak wil zeggen, maar nooit mag van Peter. Nu ga ik het toch wel echt doen, want de game waar ik het meeste tijd en geld aan heb besteed, is toch echt MapleStory. Dit is de game waar ik ongeveer, nou ja, acht jaar toch wel gespeeld heb, achter elkaar. De game is gratis om te spelen, tot op zekere hoogte natuurlijk. Hè? Want ja, als je natuurlijk wel heel snel wil levelen of als je anders eruit wil zien... Dan moet je geld betalen. Meepesto is trouwens een uh, MMO, RPG, oftewel een massive multiplayer online roleplaying game. Wie verzint het? Uh, het, is in ieder geval, het is heel, ik vond het heel erg leuk, laat ik het zo zeggen. Uh, en ik heb er ook mijn eerste YouTube-kanaal mee gestart. En ja, dan wordt het natuurlijk nog leuker om daarmee mee te doen. Ik denk, we kregen die vraag namelijk trouwens ook heel veel op YouTube: van hoeveel geld heb je erin gestoken? Want dat is nogal een dingetje daar. Uh, ik denk dat ik in totaal tegen de 4000 euro in het spel gestoken heb. En het aantal uur, over de duizenden, durf ik niet eens meer te zeggen. Ik ben niet zoals Peter, die gewoon zo'n mooie Peggle logboekje heeft, zeg maar, om te kijken hoeveel, uh, hoe lang je gespeeld hebt. Er zit helaas geen logboek in Story. Uh, maar ja, als je uit, het ervan uitgaat dat ik het ondertussen, uh, ondertussen spel al 12 jaar uit en de laatste vier jaar speel ik het op en af. Acht jaar lang dus echt die hard. Dus echt vanuit school samen komen spelen met vrienden. Uh, ja, ik heb er echt wel heel erg veel uurtjes in zitten. Tijd van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg, helaas. Maar hé, hey, er komen ook goede dingen uit. Want uh, mijn tweelingbroertje heeft toevallig zijn vriendin ontmoet in Nepelstory. En die zijn inmiddels met elkaar verloofd. Dus misschien was het helemaal niet zo gek dat ik er zoveel tijd en geld in gestoken had. Emiel, wat een enorme rukvraag. Eerste klas, echt waar. Um, nou kunnen we natuurlijk naar mijn Xbox Live-lijst gaan. of naar Steam of whatever. En gewoon gaan kijken van nou 200 uur daarin en, en zoveel euro. Klaar, dat is je antwoord dan. Uh, maar nee, ik wil een anekdote. ...verklappen over een spel waar ik veel geld en tijd in heb zitten... ...en ik eigenlijk een beetje spijt van heb. En ook wel een lichtelijk gevoel van schaamte. Uh, dat is APB. All Points Bulletin, voor de mensen die het niet kennen. Het was ooit een betaald spel met een maandelijkse abonnementendienst erbij... Uh, toen later, want ik speelde toen ook al, uh, toen later ging, uh, ging de hele ontwikkelaar achter en de uitgever, uitgever ging failliet. Toen uh, stortte het hele spel in, uh, de servers verdwenen en toen later werd het opgepakt door Gamers First. En Gamers First zijn echt de grootste naties in deze hele industrie. Want ze hadden zoiets dus van, ja, mooi spel, vet. Wat we gaan doen is, we halen de abonnementskosten ervan af. Dus iedereen, yay! Het wordt helemaal free-to-play, dus iedereen, yay! En uh, vervolgens stoppen ze er echt van die enorme pay-to-win shit in. Je had een aantal guns die gewoon, die kocht je voor, zeg maar, 15 euro. Dan kreeg je ze een week lang en dan won je alles. Uh, en er waren nog duurdere guns die je dan permanent kon krijgen. Die waren dan misschien iets minder pay-to-win, maar je kon altijd wapens huren en wapens kopen. En als je wapens echt permanent wou hebben en als je echt, echt ergens voor wou gaan... ...dan moest je dat gewoon met echte keiharde doekoe, moest je er gewoon insteken. En dat, uh, serieus, Gamers First, wat een nazi's. En ik ben erin getrapt, want ik speelde uh, APB op een gegeven moment voordat het failliet ging, maar ook nadat het zeg maar... Gereboot was, toen heette het volgens mij APB Reloaded. Ik denk dat het nog steeds live is trouwens. Uh, het, het, kort op de bocht, het is een soort van GTA Online voordat GTA Online er was. Uh, en slecht daar, daar niet van. Maar goed, anyway, ik heb daar uh, denk ik wel een aantal honderden uren in zitten. En ook een aantal tientjes gewoon om een shotgun te krijgen. Want de shotguns die je gewoon met in-game currency kon kopen waren. Prima, maar als jij een vette spas wou, echt een goede shotgun met upgrades die erop kon zetten, dan moest je gewoon lappen. En als je dan meer upgrades op wou zetten, hoppatee, tientje erbij. Nog een extra upgrade, nog een tientje erbij. Dus um, niet de game waar ik statistisch gezien het meeste geld in ben verloren, of de meeste tijd in ben verloren, maar wel de game waar ik, uh, ik don't know, het meest voor schaam dat ik gewoon. Tientallen uren erin heb gegooid en dan telkens weer van, oh fuck, ik wil die shot. flop, 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 flop. flop. Ideal, molly, PayPal. Alles erop gooien. Um, dus dat is het. het. Sorry, Emiel, Het is niet waar ik de meeste tijd of geld in heb zitten, maar wel waar ik me het meest voor schaam, Dus die krijg je van me. Oh, en fuck gamers first. Echt waar. Echt vuile nazi's. Fuck gamers first. En iemand vertel me als je nog bezig bent met APB. Want kom, we gaan samenspelen. Nee, fuck jou. De game waar ik het meeste geld of tijd in heb gestoken, qua geld vind ik het moeilijk omdat ik niet. Ik, ik heb wel wat DLC's gekocht, ja, sowieso Skyrim natuurlijk. Ik heb ik alle deals, DLC's. Ik denk de franchise waar ik het meeste geld aan, aan heb uitgegeven is Assassin's Creed. Want ik heb heel veel delen gekocht en al die special editions, dus daar heb ik echt een shitload aan money uitgegeven. Uh, verder Call of Duty 4 Map Pack. Maar daar houdt het denk ik wel een beetje bij op. Ik, 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 ja, vooral als Creed denk ik. Heb ik al die DLC's ook gekocht tot aan... Ja, eigenlijk Assassin's Creed Revelation, want daarna werd de serie gewoon... Ja, kut, weet je wel. Uh, dus tot die tijd daaraan denk ik. Maar ik denk dat ik vooral moet kiezen voor een game waar ik de meeste tijd in heb zitten. En dat was vroeger sowieso Age of Empires 2. Want dat is de beste game op aarde ooit. Uh, nog steeds. Dus dat. Uh, Skyrim, meer dan 100 uur. Dus misschien niet heel veel voor... Ja, Elder Scrolls fans, maar voor mij is dat best wel veel. Uh, GTA 5 natuurlijk, of eigenlijk GTA Online. En ik denk dat dat het wel zo'n beetje is. Ja, eigenlijk alle GTA games wel uh, ja, in een enkele RPG, maar eigenlijk Skyrim. Verder. Uh, I don't know. Ja. Het, is eigenlijk, het is eigenlijk nog terugger dan Peters verhaal. <laughs> het is eigenlijk niet zo spannend. Het is niet heel samenhangend of zo? Nee, het is niet samenhangend, nee. nee het is gewoon een kut verhaal. Het is wel een grappige vraag, maar ik, ik geef gewoon niet zo heel veel geld uit aan games extra. Ik ben niet zo'n kneus die elke maand money sponsort aan een, aan een ontwikkelaar of zo. Nee, dat doe ik gewoon niet. Ik ben een beetje. Ik ben een, ik ben een goed man. <laughs> ik, uh, ik krijg games voor reviews en <laughs> dat is prima. Dat vind ik mooi. Nou, Emiel en iedereen die toevallig dit kijkt en interessant vond, daar heb je het. Onze games waar de meeste geld en uren in kwijt zijn geraakt. En dan vragen we ons natuurlijk ook af wat jouw game is waar je de meeste geld of wel tijd in kwijt bent geraakt. Het hoeft niet helemaal statistisch te zijn, je kunt het ook net als mij aanpakken. Waar schaam je je het meest voor? Mag ook allemaal. En natuurlijk, ja, jongens, dit kan niet doorgaan als we niet nieuwe vragen krijgen. Dus mocht je een leuke, interessante, creatieve, weet ik veel wat vraag hebben voor ons en de hele redactie, stuur hem dan hier. Hieronder in, laat het weten in een comment en dan gaan wij misschien volgende week wel aan de gang met jouw creatieve goede frag. Dat was het voor deze week, ik was Tom voor gamersnet.nl. Kom eens een keer langs op de website, is een hele gezellige website, is altijd gezellig daar. Deze video is straks voorbij, daar is het nog wel gezellig, kun je gewoon langs gaan. Anyway, doe dat en tot snel. En laat van je horen. En fuck gamers first trouwens, serieus, echt waar. Is die game nog live? Fuck gamers first.